Hallo roofmeesters, mijn naam is Thijs Peters, vis sinds kort voor Ultimate Fishing en ik wil jullie wat uitleggen over de Vision 110. Nou, ik heb hier drie modellen in mijn hand, de plus 1, plus 2 en plus 3. De plus 1 is toch wel mijn persoonlijke favoriet, voor het kantvissen is dat echt denk ik wel de beste van de 110 serie. Gaat ongeveer 2,5 tot 3 meter diep. Het is een echte jerkbait of een twitchbait. Dus de bedoeling is dat je met korte, felle rukjes vist. Waarbij het heel belangrijk is dat je, je lijn slap laat vallen tussen de rukjes in. En daardoor geeft een rukje aan het kunststaas. Het kunststaas duikt naar beneden en maakt daarbij een beweging van links naar rechts. En doordat je je lijn slap gooit nadat je een rukje geeft, geef je de kunststaas eigenlijk de ruimte om heel ver naar links of naar rechts of naar beneden uit te wijken. Nou, er zijn dus heel veel verschillende soorten twitchbaits of jerkbaits op de markt, maar wat maakt die 110 nou zo goed? Het systeem wat erin zit voor het werpen. Je zult het merken als je met een 110 werpt en je zet hem goed aan, dan vliegt die kaarsrecht door de lucht en veel verder dus. Waardoor je ook eigenlijk je aas eerder op diepte hebt gebracht. En waardoor je dus jouw aas langer op dieper water kan vissen. Wat naar mijn idee meer kans geeft voor de baars om je aas te kunnen gaan volgen. En om over de streep te krijgen dat hij het pakt. Wat ook wel leuk is voor de kantvissers. Je zult misschien gezien hebben veel twitchbaitvissers die vissen met een top naar beneden. En dat is prima, dat werkt heel goed. En als je vanaf de kant vist, heb je vaak een stijl taluut onder je eigen kant met mosselen erop, scherpe stenen. En als je tot onder je kant doorvist met een plus 1 of een plus 2, dan zul je je hoofdlijn of je fluurkarbon eigenlijk tegen met elke twitch, elke tik, tegen de taluut aantikken. Dus het werkt heel goed dat als je met een twitchbait haaks op de kant gooit, dus je gooit hem recht uit haaks op de kant, dat als je aan de binnenvissen bent, het moment dat je de bodem raakt, dat je je top omhoog doet en dat je eigenlijk je twitchbait omhoog probeert te twitchen. Dus eigenlijk is het dezelfde techniek, alleen dan gaat je lijn niet tegen de taluut aan en dan vis je aas eigenlijk over de bodem, over de talutrand naar je toe, over de bodem omhoog. En soms pakken ze hem dus op half water, dan komen ze van onder omhoog om te pakken en soms pakken ze hem dus voor je voeten onder de kant echt van de bodem. Nou, dat was het verhaal over de 110's. Ben je nou nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze aasjes? Klik dan op de link in de beschrijving.